De komende jaren wordt er veel geld geïnvesteerd in de Bijenkorf in Eindhoven. Eerder werd de kelder en de begane grond al verbouwd, maar ook andere delen van het warenhuis worden binnenkort onder handen genomen. Zo krijgt de Bijenkorf onder meer een nieuw restaurant met een open keuken. Verder wordt het assortiment op alle etages uitgebreid. De veranderingen in Eindhoven zijn onderdeel van het reorganisatieplan van de Bijenkorf. 5 van de 12 filialen gaan dicht. Maar in de vestigingen die open blijven, waaronder Eindhoven, wordt de komende jaren juist 200 miljoen euro extra